Zingeving in de economie, dat is een merkwaardige titel. Ik dacht dat zingeving te maken had met spiritualiteit en met religie. Maar uh, wat met economie? En ja, op de beek, de filosoof legt dat mooi uit. Kijk, we zijn allemaal betrokken met economie via onze consumptie. Zijn we een economie in stand aan het houden en via onze arbeid produceren we een stukje van de economie. Dus we hebben er allemaal mee te maken. En wanneer is economie zinvol? Wel, het oorspronkelijke idee van economie is dat het een, het huishouden van een samenleving regelt, maar dat is ontspoord. Economie is verworden tot een onafhankelijke, boven het leven zwevend geheel, groeigericht, winstgericht, kapitalisme enzovoort. Hè. Exploiteren van de natuur, mensen hebben het er toch wel lastig mee, terwijl we er echt allemaal wel deel van uitmaken. Nu, het goede nieuws is, en dat lijst op de beek op, dat er... Nieuwe initiatieven zijn een nieuwe soorten economie die echt heel veel met zingeving te maken hebben, die zinvoller zijn, kun je zeggen. Het eerste is dat er veel meer organisaties bezig zijn, maatschappelijk verantwoord onderneming, uh, ondernemen, sustainability, uh, corporate social responsibility, zeggen ze dan in het Engels. Dat is natuurlijk nog altijd de, het milieu of, of de natuur uh, de schade beperken als onderdeeltje van, van het economisch bezig zijn. Terwijl eigenlijk economie een onderdeel is van het grotere sociaal-ecologische systeem. En, en, en daar zijn plek moet in vinden. Dus die maatschappelijk verantwoord ondernemen, nou, dat is een eerste stap. Oké. Okay. Maar er zijn nog andere economieën aan te ontstaan. Zoals de social economy. Waarbij dat het te doen is rond samenwerken, rond die koppeling aan de gemeenschap. Al die coöperatieven die aan het ontstaan zijn, waarbij dat de werknemer tegelijkertijd ook eigenaar is. Dat is daar een voorbeeld van. Een ten derde is er de circular economy, cradle to cradle bijvoorbeeld, waarbij dat je echt zegt van, kijk, we produceren genoeg, we consumeren genoeg, daar een grens op zetten. Dat is de circulaire economie die ook eeuwig kan doorgaan, omdat het ingebed is in ecologische systemen en in een gemeenschap. Hm. Dan heb je ten vierde de happiness-economie. En in, uh, op de beek bestudeert uh, Butaan, de staat Butaan, waar dat, uh, de keizer heeft gekozen om te spreken van het bruto nationaal geluk. De economie is daar functie van gelukkig zijn en niet zozeer van groeien en rijk worden. Uh, materiële welstand wordt in Butaan bewust beperkt, want mensen die streven naar steeds meer en meer dan wordt de economie ontspoord. Dan, dan, dan loopt het mis. Happiness-economie is eigenlijk gaan kiezen, consumeer wat je nodig hebt en, en hou het daarbij. Beperk bewust je, je drang naar meer en meer. En dan is er nog de purpose-economie. En nu komen we heel kort bij ons thema van zingeving. De purpose-economie kiest om authenticiteit centraal te stellen, om de deugde, het goede, Centraal te stellen. Het mooie. Economie wordt dan iets moois, wordt dan een stukje creativiteit. En dat is hetgeen dat we natuurlijk allemaal nu meemaken als pijnpunten in onze organisaties. Hè? Namelijk, de arbeid ervaren we niet als zinvol. Ik hoor meer en meer overal, steeds opnieuw, diezelfde ervaring. Als men al niet burn-out geraakt is, dan zijn vele bored out of stellen zich de vraag: waarvoor doe ik dat hier eigenlijk? Om de aandeelhouders rijker te maken. Wat is de purpose? Wat is de zin van mijn arbeid? Dus dat is een grote vraag aan het worden bij heel veel mensen die werken in organisaties. En dan een laatste vorm van nieuwe economie, die op de beek zegt, is de economy of the commons. Dat is de deeleconomie, ruilen met elkaar. Samen eigenaar zijn van iets dat van niemand bezit is. Moeten wij wel nog een eigen auto hebben, een eigen huis hebben enzovoort? Dus het loslaten van het bezit. En dat gaan uh, geven aan de commons en daar economie rond doen. Dat zijn heel mooie vormen van economie. En je voelt er wel dat hij dat opleist, dat, we dat er hoop is op uh, terug de economie menselijk te maken. En daar hebben we allemaal ons deel in. Ik denk bijvoorbeeld dat we kunnen dus, ja, via de arbeid zoeken naar echt wat is zinvol om te doen. En ook via de consumptie kunnen gaan zoeken, wanneer is onze consumptie echt gekoppeld... Aan een mooie gemeenschap en wanneer is het ecologisch en sociaal oké. Okay. En daar kunnen we als consument heel veel aan bijdragen om, om de economie te verplichten om te kiezen voor iets goeds en moois.